Ik heb al eerder uitgelegd, kijk, in ons alles schuilt uiteindelijk een boze telegraaflezer. Hoe is het gods mogelijk? Schande, allemaal doodschieten. Het Verlossen, kunt u mij horen? Uiteindelijk, we zien het wel, toch? Hoe het gaat allemaal. Ja, ik heb het ook gehad, maar ik had het dus niet. Ik had niet eens geweten dat ik het had. Als ik niet gebeld was, het zou kunnen dat je het hebt. Ja, ja. Dus ja, het is natuurlijk voor sommige mensen rampzalig, maar er zijn ook de meeste mensen hebben er volgens mij niet bijste veel last van. Nee. Want ik heb natuurlijk 3 boosters gehad. Die kunnen je niet bekeuren. Nee. Ik heb 3 boosters gehad en ik heb het zelf gehad natuurlijk. Afgezien van de vaccinatie 2 jaar geleden. Dat kwam weer 2 jaar geleden, ja. Hè? Volgens mij wel. Of 1 jaar geleden. En je hebt die booster nu gehad, toch? Ja, die heb ik kort geleden nog gehad. Ja. Maar kort geleden, 2 weken geleden. Kan iedereen die nu halen? Ik dacht het wel. Het was goed georganiseerd deze keer. Oké, in de jaarbeurs was je? Nee, het was daar achter de jaarbeurs, daar is het voormalige Nederlandse casino. Ja. Holland Casino, en het is in het gebouw van het Holland Casino. Waardoor er wel een luxueuze sfeer van tapijten en goudbrokaat aan het plafond en zo. Wat natuurlijk een beetje komische indruk maakt in dit verband. Beetje de Efteling, dat je in de droom ja, een beetje dat werk, ja. Ja. Maar het liep goed, kan niet anders zeggen. Oké. Hoe was het op Texel? Nou ja, afgezien van het feit dat mijn vrouw dus corona bleek te hebben gekregen van een van onze bezoekers, was het prima op Texel, maar ja, ik zit nog steeds met die knie. Mm. Dus het echte ruime wandelen zat er nog niet in. Ik heb wel een paar kleine wandelingetjes gemaakt, maar het is nog niet 100%. Hoe was het voor de rest op Texel? Was het nu nog druk in deze periode? Of? Ik vond matig, althans waar wij waren. Kijk, wij zitten dus in een verhuurhuisje tussen de Waal en Oosterend. En ja, dat is de oostkant van het eiland, nog wel het oude land zoals dat zo treffend heet. Maar daar vond ik het niet zo erg druk. Mm. Dus in Oosterend niet erg druk. Ja, dan het is, kijk, in de Koog en de Beur is het altijd wel druk, geloof ik. Mm. Maar we zijn ook nog in de Beur gaan eten, daar was het ook niet bijster druk. Mm. Dus zij zeiden zelf dat het echte hoogseizoen is wel voorbij, ja. Ja. Ja, 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 omdat je ook verhalen hoort dat die eilanden overspoeld worden door Duitsers en door andere mensen die daar dan... Texel is van ouds de helft zijn Duitsers. Ja. Om de eenvoudige reden dat de Texel is dichterbij voor het Roergebied, als ik het goed reken, dan laten we zeggen de Oostzeekust. Dan het noorden, ja. En bovendien, ja, klimaattechnisch is natuurlijk toch, zijn de Nederlandse Waddeneilanden weer een andere propositie dan de Oostzeekust. De Duitse Waddenkust. Precies. Schild en zo. Ja. En je hebt ook die uitzending van de Van Rossums gemaakt op Texel. Dat hebben we gisteren en eergisteren gedaan, ja. En mag je daar al iets over verklappen of is dat nog strikt geheim? Nou, ik denk als ik nu iets verklap dat iedereen dat vergeet is tegen de tijd dat die uitzending op het scherm verschijnt. Dus over 3 jaar of zo? Nou, dat is als ik het wel heb volgend jaar mei. Nou ja, dan zijn we 5, maar ja, we zijn meer dan een half jaar verder. Dus ja, dat zijn een paar dingen die je natuurlijk onvermogelijk kunt overslaan. We hebben gediscussieerd over het toerisme. Te veel, te weinig, net goed, dat werk. We hebben natuurlijk gediscussieerd over de lui die van het vasteland naar Texel komen. Waarvan sommige Tesla's menen dat het er wel erg veel zijn en dat ze de huizenprijzen opdrijven enzovoort. Mijn broer is daar natuurlijk gaan wonen. We hebben ook nog een opname gemaakt bij mijn broer aan tafel. En ja, verder de bekende dingen. Ik heb een onderdeel gedaan, de zogenaamde reden van Texel. Texel was eigenlijk een voorhaven van Amsterdam. Ooit de belangrijkste haven en handelsstad van de wereld. Die haven die slipte langzaam dicht. En op Texel was eigenlijk alle ruimte voor, maar voor van alles. Die schepen werden daar gerepareerd, werden bemand. Voorzien van water en victualiën. Nou, dat was een heel interessante zaak. Je hebt een museum in Oude Schild, wat aan die geschiedenis gewijd is. En daar in de kelder staat, kan het iedereen warm aanbevelen, een prachtige maquette waar je op kunt zien hoe die reden van Texel functioneerde. Waar je ook kunt zien eigenlijk dat die reden van Texel, die wordt altijd gekoppeld natuurlijk aan de Oost-Indië-vaarders.
Maar die bestond eigenlijk al voordat de Oost-Indiëvaart een belangrijk onderdeel was van de Nederlandse handel ter zee. Omdat die natuurlijk, we hadden toen al lang de Oostzeehandel. En wie heeft daar een groot fort laten aanleggen? De Schans heet dat tegenwoordig. Hebben ze ook gehalveerd vanwege een of andere dijkaanleg. Maar goed, het is nog steeds goed te vinden. En dat was Willem van Oranje. Dus dan weet je eigenlijk al, want ja, wanneer begint onze Oost-Indiëvaart dan? Dat is toch zeg iets voor 1600 en daarna. Dus dat heb ik uit de doeken gedaan. Ik heb iets verteld over de Welvisvaart. Mijn broer heeft de architectuur van dat museum in Oudeschuld besproken. Een heel aardig ding eigenlijk, dat museum. Nogmaals, kan het iedereen warm aanbevelen. Gaat u nou, u mag van mij naar Oudeschuld. U mag daar van mij een haringje gaan eten. U mag van mij kibbeling kopen, allemaal prima, luxe, maar gaat u ook even naar het museum. Want je ziet vaak een oude schild dat er dus 1000 man zitten te eten. Schijnt een van de hoofdtijdpasseringen te zijn bij het houden van vakantie in Nederland. En ja, dan is het toch niet erg druk in het museum. Het is best leuk en interessant. Wat hebben we nog meer gedaan? De walvisvaart vanaf Texel. En het huisje van een van de walvisvaarders, die... Daar werd goed verdiend aan de walvisvaart. Nou ja, dat heeft ook de oostelijke variant van de Groenlandse walvis eigenlijk de kop gekost, bij mijn weten. Zijn die uitgeroeid, er is nog een westelijke variant. Ja, het ging maar echt om honderden walvissen die ze gevangen hebben in de loop van de... In dit geval waar wij het over gesproken hebben, 18e eeuw. Maar deels was het al in de 17e eeuw begonnen. En wat was de rol van Texel eigenlijk ten opzichte van de andere Waddeneilanden? Het is natuurlijk het grootste eiland. Ja, volgens mij stelden de andere Waddeneilanden eigenlijk wel bijster weinig voor natuurlijk. Nou, Terschelling heb je nog een redelijke omvang. Ja, het kan zijn dat laten we zeggen, de reden van Texel, waarom bestond die? Omdat je natuurlijk kon schuilen. We hebben meestal westelijke winden en westelijke stormen. Maar heel zelden oostelijke stormen in Nederland. Dus ja, je school achter Texel. En dat kon over een relatief grote lengte. Je had speciale ankerplaatsen voor lui die op de Oostzee voeren of lui die op Indië voeren. En de Moscovische of Moscovitische ankerplaats was voor de lui die op de Oostzee voeren. Maar eigenlijk wordt dat treurig genoeg, die Oostzeehandel, eigenlijk altijd wat onderschat en de handel op Indië wat overschat. Want ook al die Oostzeehandel, daar werd geweldig aan verdiend. Wij liggen natuurlijk ook bovendien heel strategisch halverwege Scandinavië, hout en graan en het Middellandse zeegebied. Hè. En er zijn ook een hele nuttige stapelhaven, stapelplaats voor alle mogelijke goederen die we dan ook nog deels kunnen bewerken. Ja, die Nederlandse Republiek in de 17e eeuw was een wonder. Mag ik nog eens onderstrepen, was het een gouden eeuw? Ja, het was een gouden eeuw. Deed iedereen toen precies even fatsoenlijk wat elk lid van GroenLinks tegenwoordig meent te moeten doen? Nee, dat is niet zo. Jammer genoeg, maar zo is het nu eenmaal. Maar het is en blijft een gouden eeuw. Dat een zo piepklein land met een zo piepkleine populatie zo'n ongelofelijke rol heeft gespeeld. Ook op creatief gebied natuurlijk, wetenschap, schilder, kunst, gaan ze maar door. Dat is toch betrekkelijk uniek. Maar je vroeg iets heel anders in feite. Nou, ik vroeg de rol van Texel ten opzichte van die andere Waddeneilanden. Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Okay. Want die andere, wat zijn die anderen? We zijn wel eens een enkele maal op een ander Waddeneiland geweest. Maar dat is meestal een heel lang strand en dan drie natte weidjes. En that's it. En dan ligt er nog een dorp en dat is het dan zo'n beetje. Het is wel heerlijk rustig daar. Je komt daar wel als je eens een keer... Ik heb begrepen dat het op Terschelling in de zomer ook niet zo verschrikkelijk rustig is. Nee, in de zomer niet. In de zomer niet. Maar nu in de herfst denk ik dat je heerlijk daar kunt toeven. Lekkere wandelingen maken op het strand. Maar goed, ik heb op Terschelling ook heerlijk getoefd. Ja. Dat ik nou toevallig geen lekkere wandelingen heb gemaakt, komt licht aan mijn knie. Ja. Hè? En die stomme tegels in Eervoort. Ja. In hoeverre heeft de actualiteit nog een rol gespeeld bij de uitzending? Want we hadden natuurlijk het bootdrama, zoals het genoemd wordt in de media, van het bootje. Ja, ik hoorde dat ik pas 12 uur later dat ze dat had afgespeeld. En ja, ik begreep dat dit een kwestie was van veel te hard varen onder moeilijke omstandigheden. Ja, en de korte route werd genomen, hè, die niet verlicht was met van die landen. Ja, dan die vraag je af hoe verstandig dat allemaal geweest is. Ja, je weet dat altijd bij dit type van ongelukken. Het is een stapeling van
van tegenzittende of moeizame factoren. En op een goede dag, ja, het zal waarschijnlijk bijna altijd goed gaan. En dan, ja, één keer op de 1000 keer gaat het fout. Ja, er is overigens niet gezegd dat... Het is een beetje net in je eigen auto. Ja, daar heb je toch ook wel van die momenten dat je denkt, grote god, daar ontsnap ik toch wel. Ja. Aan een vreselijke situatie. Ja. Dus bijna altijd gaat het goed, maar een enkele maal stapelt het zich. Je zat net op je telefoon te kijken. Je zat je net te ergeren aan andere mensen in de auto en... Baf, het gaat fout. Het is natuurlijk een belangrijke levensader voor iemand die op een eiland woont, dat je snel ook naar het platteland kunt met een bootje. Ja, nou goed, dat is op Texel goed geregeld. Want je kunt, althans tot, als je op Texel bent, tot 9 uur 's avonds kun je nog weer naar Den Helder als je spijt hebt. En het zijn grote boten, hè? Het zijn grotere boten die dan... Ja, naar... het zijn gigantische boten. Als ze er nog geen bij kopen en ze koppelen ze aan elkaar, dan heb je eigenlijk een drijvende brug. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dit is een ander bootje dan naar Terschelling. Overigens is er geen link tussen het ontbreken van die verlichting en het ongeluk. Hè? Dat is niet gezegd, maar dat werd wel genoemd. Ja, ongelukken, dat is iets waar... wij leven in een hele complexe samenleving. En ja, er gebeurt gewoon een bepaald aantal ongelukken. Ongetwijfeld zal de Tweede Kamer wel eens een motie hebben aangenomen tegen ongelukken. Maar weinig zin heeft dat. Ja. Wat zegt jouw broer eigenlijk over hoe kenmerkt hij het leven op het eiland? Want ik kan me wel voorstellen dat dat anders is dan dat je midden in Amsterdam zit. Nou ja, mijn broer woont in de Jordaan. Wat overigens natuurlijk geleid heeft tot een vrij spectaculaire waardestijging van zijn huis. Wat bijvoorbeeld ooit dus ook een soort bouwval was. Natuurlijk wel altijd opgeknapt in de loop der jaren. Maar ja, de Jordaan was natuurlijk een totaal vervallen buurt toen hij daar iets kocht. Lang, lang geleden. En is nu een van de duurste woonbuurten van Nederland, als ik het wel heb. Afgezien van Bloemendaal en dat soort van orde. Hij vond dat... zijn normale leefomgeving daar... was prijsgegeven aan die onbeschrijfelijke horde van toeristen... die zich over Amsterdam permanent verspreidt. Dat zijn gezellige bakker was een tassenwinkel van Vuitton geworden... Ik wil geen brood meer kopen, maar alleen tassen van 6000 euro. Trouwens mag ik daar iets over zeggen. Als u ooit een tas heeft gekocht van 6000 euro, dan bent u niet goed bij uw hoofd. De productie van dergelijke rommel, niet waar, die zo idioot duur is. U kunt voor 3 euro een prima tas krijgen waar u de rest van uw leven mee voort kunt. Ik vind dat een soort van... U zult zeggen, mag ik misschien zelf besluiten wat ik met mijn centen doe? Daar heeft u groot gelijk in. Maar in godsnaam, maak het over naar een goed doel. En koop er geen tas van 6000 euro van. Sommige mensen vinden ook leuke hebben dingetjes. Die zeggen, ja, vreselijk. Ron Simpson. Nou goed, dus mijn broer vond dat het veel te druk was. Dat die winkels verjubeld werden aan modieuze kletskoek. Dus op een goed moment had hij er wel genoeg van. Toen ging hij met pensioenen. Dus toen kon hij in feite ook vertrekken. Want hij werkte natuurlijk bij Monumentenzorg Amsterdam. En toen heeft hij weer een bouwval gekocht op Texel. En dat heeft hij prachtig opgeknapt. In zijn eentje? En nou, hij heeft dat laten doen door andere mensen. Maar hij had natuurlijk een geld verdiend met dat huis in Amsterdam. En hij is vreselijk tevreden. Ja, je hebt natuurlijk in het hoogseizoen, hij woont in Den Hoorn. Zeg maar tussen eind juli en half september is het wel druk. Dan kan het ook daar fors druk zijn met auto's die dan door dat dorp toeren. Dat is ook heel merkwaardig bij mensen die vakantie hebben. Dat zeg ik voortdurend met hun eigen auto, dat ze een beetje rondrijden alsof ze eigenlijk niet veel nuttigs te doen hebben. Heb je misschien ook niet op je vakantie. Ik weet het niet precies. Ieder zal op zijn eigen eigenaardige wijze vakantie willen vieren. Vakantie zie ik nog steeds als een besmettelijke ziekte. Maar dan, misschien moeten we eens een speciale... uitzending wijd aan het feit dat er vroeger natuurlijk helemaal geen vakantie bestond. Vakantie is voor een belangrijk gedeelte een 19e-eeuwse uitvinding. Maar goed, dit tussen haakjes. En ja, de rest van de tijd zegt hij, is het heerlijk rustig. Daar is hij vreselijk tevreden mee. En nou ja, god, als hij opkijkt van zijn krantje of zijn boek, dan kijkt hij naar een schitterend uitzicht. Kijkt hij eerst naar een rozenstruik met een massa rozenbottels eraan. En ja, daarachter zie je heel in de verte zie je het torentje van Den Burg. Dat heeft wel wat natuurlijk. Ja, hij voelt zich daar niet eenzaam.
Dat hij denkt, ik zit wel heel ver weg van iedereen. Nee, dat komt ook omdat mijn broer nooit een verschrikkelijk sociaal type geweest is. Dat is niet een jongen die elke 3 dagen met al zijn vrienden gaan biljarten of zo. Dat is, nee, absoluut niet. Ja, jij lacht om en ik vind dit voorbeeld ook al komisch werken. Ja. Nee, ik zie hem dan zo staan met die, hoe noem je dat ding, die stok? Ja, de keu. De keu is dat, ja, dat was het, ja. Nee, dat is mijn broer niet, nee. Het is een jongen die op zijn rust gesteld is. Ja, kortom, een verstandig mens. Ja. Oké, nou goed, dat is dus Texel. Ik zat nog eventjes te denken aan, we hebben natuurlijk die orka ook van de week gehad, maar dat was niet op Texel die aangespoeld was. Ja, die orka, die was ziek, dus die moet eerst maar eens kijken wat hij had eigenlijk. Ja. Ik geloof niet dat orka's normaal regelmatig in de Noordzee voorkomen, eerlijk gezegd. Nee, maar het is toch niet bekend waarom die daar is aangespoeld, hè? Nee, dat kunnen ze pas na onderzoek vaststellen. Ja, die beesten kunnen natuurlijk ook allemaal gek, maar ze hebben iets verkeerds gegeten, rare parasieten, er kan van alles en nog wat wezen. Ja. Dat moeten we even uitzien te vinden, daar is de wetenschap voor. Ja, oké, maar je had een fijne week op Texel, het was de moeite waard. Ja, ik had een rustige week, kan niet anders zeggen. Lekker. Ik heb een boek uitgelezen waar we het over gehad hebben. Nu heb ik het uit en zeker het laatste gedeelte is hoogst interessant in alle denkbare opzichten. En nou ja, vertel het anders meteen even. Wijst ons nog eens met de neus op al die dingen die we in de afgelopen kwart eeuw zo grondig fout hebben gedaan omdat we dachten dat het goed was. En waar we nu in toenemende mate elke dag eigenlijk merken dat we ongelooflijke spijt daarvan hebben. En dan natuurlijk met name het opruimen van de overheid, het privatiseren, het dereguleren. Niet waar, wat lees je nu tot je stomme verwondering in de krant dat VVD en CDA spijt als haar op hun hoofd hebben dat ze die hele energiesector verpatst hebben. Niet waar, en dat ze daar niet aan de lange termijn hebben gedacht en dat ze nu al dolgraag weer eigenlijk de zaken weer terug naar de overheid zouden willen brengen. Met name ook energiesystemen in steden en dorpen. En dan denk je toch, jongen. Hè? Want in dat tijd, dat is het gekke, is er best gewaarschuwd tegen die ontwikkelingen. Door mensen die er verstand van hadden. Maar dat is even een opmerk, daar kan dan nog eens een heel aardig boek over worden geschreven. Over de eindeloze reeks van verstandige adviezen die onze regeringen in de afgelopen 25 jaar gehad hebben. En waar ze zich niets van aan hebben getrokken. Met als gevolg dat we nu zitten met gevoelens van spijt. En dat is natuurlijk toch een beetje een merkwaardige zaak. Dat er bij een reeks van terreinen nu ineens wordt gezegd. Ja, dat hadden we niet moeten doen. Nee. Je moet je eigenlijk bij de SP aansluiten. Want ik las ergens dat Lilian Marijnissen volgens mij het vaakst neoliberalisme in haar mond neemt. In speeches. Dus dit is precies eigenlijk wat de SP ook zegt. Ja, dat is wat de SP ook zegt. Maar ik ben niet zo onder de indruk van de SP. Want ik zal het nog eens aanpunten of onderstrepen. Of hoe je het precies graag wil hebben. Links heeft in Nederland geen enkele invloed. Behalve in de vorm van D66 wat in het kabinet zit. En ik heb begrepen dat veel VVD'ers zich vinden het eigenlijk een D66-kabinet. Ik zou zeggen de vlag uit. Alsof de VVD zulke goede ideeën heeft gehad de afgelopen 20 jaar. Dat kun je moeilijk zeggen. Namelijk vrijwel al die ideeën hebben we nu verschrikkelijke spijt van. Dat we die gerealiseerd hebben. En verder, waarom heeft links verder in Nederland geen bal te vertellen? We hebben 4 linkse partijtjes. SP, GroenLinks. Die club waar we hand overspannen is geworden, de dierenpartij, niet waar? En de Partij van Arbeid, stelt allemaal geen hout voor. Denken we ook nog? Ja, je zou denken, nou ja, die wou ik er nou nog voorlopig even buiten laten. Maar deze 4, ja, ik zou zeggen, leg bordje bij bordje, dat kunnen ze niet. Ze hebben altijd ruzie, meningsverschillen, alsof als ze als verzameling in een kabinet terecht zouden komen. Als ze elkaar bij de hand houden, zouden ze aanzienlijke invloed kunnen hebben. Niet waar? En zouden ze een aantal dingen kunnen doen die ze alle 4 even aantrekkelijk en belangrijk vinden. Maar nee, al deze dwergpartijtjes, niet waar, verjubelen van dag tot dag, niet waar, de erfenis van zeg maar de sociaaldemocratie in de ruimste zin van het woord. Het komt wel mooi over. 4 linkse partijtjes, de vlag uit. Wat een rijkdom in ons parlement. Het is wel een afspiegeling van de maatschappij, want we zijn allemaal ook steeds individueler. Ja, als je het zo wil. Ja, zelfs Thierry Baudet is een afspiegeling van de maatschappij.
Een deel van onze maatschappij is niet goed bij zijn hoofd, maar dat is op zichzelf geen reclame voor het feit dat er een partij in het parlement zit die niet goed bij hun hoofd zijn. Ja, maar ik bedoel vooral de versplintering. Dat ze willen allemaal zichzelf profileren. Dat zie je in de maatschappij natuurlijk ook. Ja, en dat, wacht nou even, dan komen we weer terug op een bekend puntje. Die profilering en laten we zeggen die individualisering, die wordt veroorzaakt door de kiezers. Kijk, de kiezers, een deel van onze kiezers denkt bij elke verkiezing weer, nou, het is niks geweest de afgelopen 4 jaar of 5 jaar of 2 jaar, wat het is. Wij stemmen nu weer op een andere partij. Hè? Alsof dat wat helpt, geen bal. Hè? Als je ontevreden bent over waar je op gestemd hebt, word lid, ga mee vergaderen, doe er wat aan, zou ik zeggen. Dat is dan nog een mogelijkheid. Nee, nogmaals, de versplintering van het Nederlandse systeem ligt uiteindelijk aan de kiezers. Ja, ja. Maar ik snap wel dat als... Maar bij die 4 partijtjes waar ik het over had, die zouden best de handen ineen kunnen slaan. Ja, maar je kunt maar 1 lijsttrekker hebben. Dan krijgen ze natuurlijk ruzie, wie moet dat doen? Moet Klaver het doen? Moet Ouwehand het gaan doen? Ze willen natuurlijk allemaal vooraan staan. Nou, waarom? Doe een loterijtje, wat kan het schelen? Nu ben je onbelangrijk. Ja, het kan zijn dat je uitgeloot wordt, ben je ook onbelangrijk. Zo belangrijk is dat niet. Maar ze krijgen nu wel allemaal Ouwehand aandacht. Ouwehand is al overspannen, dus die hoeft niet mee te doen. Nee, die trouwens wel een sterke indruk vond ik altijd maakte in de debatten. Ja, dat hoort ze ook te doen natuurlijk in debatten. Ja, goed, maar niet iedereen kan dat even goed. Daar ben ik met je eens. Ja, maar goed, je kunt maar 1 lijsttrekker hebben. En dan krijg je natuurlijk toch discussie van ja, wie moet het dan hebben. We hebben in het verleden regelmatig partijen gehad met meerdere lijsttrekkers. Niet dat het een groot succes geworden is, maar er is niks tegen meerdere lijsttrekkers. Maar hoe werkt dat dan? Je mag wat mij betreft, kun je 15 lijsttrekkers hebben. Kun je in de verschillende districten kun je lijsttrekkers opvoeren. Lijsttrekker voor Friesland, lijsttrekker voor Groningen. Allemaal met passend accent, is dat niet lollig? Ja, maar landelijk kun je er maar één hebben. In Limburg kun je meerdere lijsttrekkers met meerdere accenten inzetten. Nee, dat kan best. Ja. Het is betreurenswaardig natuurlijk dat ze, misschien hebben ze regelmatig onderling contact bij een kroketje in de cafetaria van de Tweede Kamer. Dat zou kunnen. Maar nu zijn de belangen van links in feite volledig versplinterd. Ik zie het niet zo snel gebeuren dat ze samen gaan. Eerlijk gezegd denk ik dat je daar gelijk in hebt. En dat is nogmaals een bewijs te meer voor het testimonium pauperatis van links. Mm-hmm. Wat stelt links voor aan Nederland? Geen bal. Nee, dat doet je toch een beetje pijn, hè? Ja, enorm. Ik zie nog steeds de sociaaldemocratie in veel ruimere zin als een lange politieke traditie. En die zie ik nog steeds als van essentiële betekenis. Want die twee woorden hebben een relatie onderling. Een democratie die asociaal is, is geen democratie. Is Amerika een democratie? Nee, dat is het absoluut niet. Je kunt wel zeggen, ja, als er verkiezingen zijn, hebben we democratie. Maar zo is het helemaal niet. Dan moet het sociale gebouw moet ook hecht zijn. Er moet niet op grote schaal armoede voorkomen. Dan moet hier niet dadelijk een bankenman met zo'n waarbreugeliaans wagentje voorbij komen zetten. Dat willen we liever niet. Dus ja... Een democratie moet sociaal zijn, zo sociaal mogelijk. Dus ja, de sociaaldemocratie is essentieel. Die woordcombinatie is essentieel. Vooral omdat de praktijk essentieel is in dit geval. Ja. En nou ja, ook daar moet... In Nederland is het gelukkig zo dat ons systeem van sociale verzekeringen een egaliserende werking heeft. Maar als bij ons de gasprijs omhoog gaat, blijken plotseling miljoenen mensen... bedreigd te worden door een soort armoedeval. Ja, daar denk je ook bij jezelf. Nou. Dat valt me nou eigenlijk nogal tegen. We zijn een van de rijkste landen van Europa. We horen tot de 20 rijkste landen ter wereld. En dan rekenen we nog al die godvergeten Arabische republiekjes, die rekenen we nog mee. Hmm. Republiekjes, sultanaten, weet ik wat het zijn. Ja. Maar ik toch nog even over die kiezer. Hè? Want het is toch zo als links zich bij elkaar raapt en zegt wij gaan bij elkaar, we kiezen 1 lijsttrekker, we maken 1 partij. Dan heeft de kiezer toch nog maar nog keuze uit 1 partij. Dus dan ligt de invloed en de verantwoordelijkheid. Wat is er zo fijn aan het feit dat we keuze hebben tussen 4 linkse partijtjes? Zou jij de verschillen vlijmscherp kunnen opnoemen? Nee, helemaal niet. Nee, de SP heeft een eurotrauma. Ja. Dus zijn iets communistischer. Daar kan een verstandig mens er sowieso niet op stemmen. De dierenpartij heeft een dierentrauma, allemaal heel erg en belangrijk en daar moet iets aan gedaan worden, maar het is niet meer dan een onderdeel van maatschappelijke problemen.
De Partij van de Arbeid die leek nog steeds de wonden die ze hebben opgelopen in de samenwerking met de VVD. En wat hebben we dan nog meer? GroenLinks. Ja, die heeft ooit 7 zetels gewonnen. En vervolgens zijn ze op een puntje uit de formatie gestapt. Niet waar, wat vervolgens de daaropvolgende jaren geen enkele betekenis bleek te hebben. En toen zijn ze de 7 zetels weer kwijtgeraakt. Mm-hmm. Maar wat ik wil zeggen is, zij hebben toch met z'n vieren de verantwoordelijkheid om te kunnen zeggen, we gaan samen. En u kunt op ons stemmen. Ja, hebben ze. En dat ze hem niet nemen is zeer betreurenswaardig. Ja. En een teken van slapheid en gebrek aan politieke wil en gebrek aan de wezenlijke wil om politiek iets te veranderen in Nederland. Ja. Ze zitten lekker in de Kamer, ze zitten er comfortabel bij. Ik neem aan dat er in de Kamer de zaak ook een graadje naar beneden zal gaan, maar je blijft er toch lekker comfortabel zitten. Het probleem is dat we op deze manier aan allerlei partijen, dan hebben we natuurlijk die hele populistische vleugel waar je niks aan hebt. Hè? Geert Wilders met zijn A4'tje, zal ik maar zeggen. Ja, dat is eigenlijk een prutser. Hij weet het zelf niet. Het is eigenlijk iemand die zijn talenten, want het is best een bekwaam Kamerlid, vergooit omdat hij dus niks aan beleid doet. Nee. Er is wel één lichtpuntje. Edith Schippers komt terug naar Den Haag. Nou, dat vind ik helemaal geen lichtpuntje. Nee, dat is een hysterica naar mijn idee. Ik zag er ooit toen een van die zaken die ze voorstelde in de Eerste Kamer verworpen waren. Nou, ze maakte een volledig verwilderde indruk. Ja, van nou, dat moeten we niet hebben. Hè? Wat deed ze dan? Ja, dat ben ik bijna vergeten. Ja, ze rende verwilderd rond. Oh, dus ze hadden een heel mooi filmpje gemaakt bij de VVD. Want er wordt heel spannend opgebouwd. Zij was in zo'n blauw pak. En toen op een gegeven moment kwam haar gezicht in beeld. En toen zei ze, ik kom terug naar Den Haag voor de Eerste Kamer. Ja, nou kennelijk is ze in de running voor de opvolging van Mark Rutte. Ja, en ze heeft gezegd dat ze die ambitie niet heeft, maar dat ze het niet uitsluit. Nou, je moet altijd, het is normaal in een politieke kring dat je zegt dat je de ambitie niet hebt. Je zit tot je snor vol van ambitie, maar die heb je niet. Dat is in de politieke normale gang van zaken. Okay, trouwens, overal. Ook in de academie werd ook altijd gezegd van nee, ik wil helemaal geen professor, hoe kom je erbij? Ja, absoluut niet. En als het tenslotte worden zegt, zijn ze de koning te rijk. Laten ze zich een voet met veren maken en paraderen ze rond alsof ze de belangrijkste figuur ter wereld zijn. Oké, dus je moet het vooral niet uitspreken als je het wil? Nee, dat is in onze samenleving niet te doen gebruikelijk. Want anders word je afgeschilderd als ambitieus. Als je een vrouw bent en je bent ambitieus, ben je een bitch. En mannen kunnen eventueel nog ambitieus zijn. En de enige die echt ambitieus kunnen zijn zonder dat het iemand irriteert, zijn natuurlijk sportlieden. Want die willen winnen. Je hoort maar heel zelden hoor je zo'n fietser zeggen, nou ja, ik hoef helemaal niet te winnen. Ik trap er lekker bij en het is vaak lekker weer buiten. En fietsje loopt ook goed en achter in het peloton, maar je hebt geen idee hoe gezellig het daar is. Ik hoef niet te winnen. Hè? Moet je naar het podium en al in een flesje pissen? Nee, dat hoor je nooit. Ze willen altijd winnen. Oké, maar hoe moeten we dan dit bericht van Edith Schippers ontleden als we haar verhaal... Dat ze kennelijk toch ambities heeft, zou ik zeggen. Anders ga je niet. Dan gaan we weer een lijst trekken in de Eerste Kamer. Maar ze stelt zich daar beschikbaar voor. Ze heeft het druk genoeg. Ze is bestuursvoorzitter van DSM, heb ik begrepen. Ja. Ook de hele Europese business. Dus kijk maar dat je daar de handen al aan vol hebt. Ja, ze gaat volgens mij enig in de week wil ze het Eerste Kamer. Ja, dat is wat je voor de Eerste Kamer moet doen. Precies, en dan 4 dagen blijft ze bij DSM. Ja. En ze zegt ook, als er over DSM-zaken gestemd moet worden of wat daaraan gerelateerd is, doe ik uiteraard niet mee, dat soort dingetjes en zo. Maar jij denkt dat dit een strategische keuze is van de VVD? Ja, dat denk ik wel. Omdat ze natuurlijk, ja, ik denk ook dat de bovenbazen in de VVD natuurlijk ze langzaam zorgen beginnen te maken over de volledige vergrafeling van hun opperhoofd. Hè? Die zit daar wel in de wigwam, maar ja, als die naar buiten komt, dan blijken er allerlei onderdelen van hem af te vallen. En pijl en boog werken niet goed meer. En, nou ja, gaan ze maar door. Sterker nog, hij kan vaak de weg terug naar de wigwam niet meer vinden, omdat hij er geen actief geheugen aan heeft. Kortom, ja, ik denk wel dat ze denken, we moeten ergens... De jonge vrouw die nu de fractieleider is, die... Sophie Hermans. Ja, die
die wordt kennelijk niet beschouwd als een potentiële opvolger. Ik geloof ook niet dat ze dat zelf doet, eerlijk gezegd. Dus ja, je zoekt rond en denkt, wie zou dat eventueel kunnen doen als bijvoorbeeld Rutte ineens sneuvelt. Hmm. Ja, dat hij ineens helemaal geen actieve herinnering meer heeft aan niks. Dan, ja. We hebben natuurlijk die nieuwe voorzitter nou, die moet zich hier ook mee bemoeien. Ja goed, die voorzitter die is gewoon gekozen omdat ook kennelijk een deel van het ledenbestand, degene die gestemd hebben, was minder dan de helft, begreep ik uit de krant. Maar dat schijnt al een wonderbaarlijk hoge opkomst te zijn bij dit soort van gelegenheden. Ja, die eigenlijk dat hij gekozen is, maakt duidelijk dat er ergernis is in die partij over, nou ja, hoe werd het genoemd, een applausmachine. Ja, dat er weinig kritiek is, weinig nieuwe ideeën, weinig verandering, ja, veranderingslust, wel te begrijpen. Daar gaat Tom-Jan Meeuwis nu over de politiek hebben. Ja, die heeft net een prachtstuk geschreven over hoe we in die gasbusiness alles verkeerd hebben gedaan, wat we verkeerd konden doen. Hij gaat nu op de fiets. Normaal wandelt hij, maar hij gaat nu even fietsen door de straat. Ik neem aan dat hij niet steeds hier voorbij komt om te controleren of wij onze plicht wel doen. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar dat terzijde even. Je had het over Schippers en Rutte. Ja, dus ik denk dat het toch wel een soort wanhoopsdaad is misschien. Laten we eens kijken hoe het valt. Okay. Je denkt niet dat die nieuwe voorzitter al hiermee iets mee te maken heeft. Zou jij iemand anders weten in VVD-kring? Nou, Jezilkes. Die bruikbaar is. Jezilkes, die profileert zich toch ook best wel sterk. Wie is dat? Ja, die van Justitie en Veiligheid. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Jezilkes heet zij toch? Oh, Jezilkes. Die bedoel je? Ja, ja. Je weet wie ik bedoel, toch? Ja, dan moet ze wel snel zorgen van het ministerie af te komen. Want dat is... Dat beschadigt vrijwel iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat als ook een prominent heilige minister zou worden op veiligheid en justitie. Je brandt altijd. Er is altijd wel een bonnetje wat ze niet kunnen vinden. Okay. Dat was opstelten. Een intern overleg wat nooit had moeten plaatsvinden. Daar gaan ze maar door. Ook zo'n geweldige VVD-uitvinding trouwens. Hè? Vrede en justitie, veiligheid en justitie. Want zij hoopten natuurlijk te scoren. Wanneer speelt dit vanaf 2010, neem ik aan. Ze hoopten daar natuurlijk lekker te scoren als de partij van rust en veiligheid. En het heeft niets dan onbeschrijfelijk ellende gebracht voor een reeks van VVD'ers natuurlijk. Ja, ja. Maar ze heeft ook de HJ schoollezing heeft ze gedaan. En dat heeft Rutte heeft dat ook jaren geleden gedaan. Dus er zijn mensen. Zeker, laat iedereen trouwens die HJ schoollezing nog eens lezen van Rutte. Dat is heel, heel interessant om dat te lezen. Ja. In feite is het. Hij begint dan met. Hij zet in met retorisch. De bazuinen schallen, zal ik maar zeggen. Ja, tegen ideologie. Grootse plannen, dat moeten we allemaal niet hebben. Alsof we die in Nederland ooit gehad hebben, maar goed. En dan tenslotte vertelt hij dan waar die wel voor is. En eigenlijk is dat een vrij compacte beschrijving van het feit dat hij ook een ideologie heeft. Namelijk de bekende neoliberale zelfredzaamheid-ideologie. Waardoor er grote maatschappelijke problemen zijn ontstaan in Nederland. Hmm, ja. Maar die je natuurlijk herkent in een reeks van wetten die in de afgelopen 12 jaar zijn aangenomen. Ja. Wat de VVD wel gaat doen is, ze gaan denk ik wel een vrouwelijke opvolger voor Rutte zoeken. Ze voelen wel aan dat daar nu echt de tijd voor is. Schippers is ook een vrouw, dus ja. Ja, en die Jezilkes ook. Dus die acht ik ook nog wel kansrijk hoor. Oh, ik moet eens vragen hoe we die namen uitspreken. Ja, dat moeten we aan Thomas van Groningen vragen, die weet dat goed. Oh, die weet dat, oké. Okay. Ja. Maar zij zit ook steeds vaker in tv-programma's om dan mee te praten. En dan denk ik, ja, dat doe je niet zomaar. Ja, het zou kunnen, ja. Een beetje het publiek voorbereiden op, denk ik dan. Nou, dat nog niet eens. Ik denk meer van dat er natuurlijk een tweede echelon gecreëerd moet worden, wat althans over een zodanige politieke ervaring en deskundigheid beschikt, dat er nog iets te kiezen valt als Rutte tenslotte zo ingrijpend verrafelt dat hij weg moet. Ja. Een proces wat in mijn idee al enige tijd gaande is. Ja. Nog wel een interessant... Je hebt ook wel eens de indruk, doet hij eigenlijk wel iets? Kijk, als het lastig wordt, dan wordt Remkes gebeld. Hè? Dat is waar, ja. Hè? De laatste roker en jeneverdrinker van Nederland. En ja, je ziet hoe gunstig dat uitwerkt op de politieke verstandigheid. Dat kun je toch wel zeggen. Ja, ja.
Klaas Dijkhoff had een presentatie ergens gehouden. Die heeft nu zo'n communicatiebureau. En daar had hij dus verteld hoe ze bij de VVD die overwinningen steeds hebben behaald. En daar was volgens mij één uitspraak. Als je inspeelt, goed inspeelt op het onbewuste brein, dan win je keer op keer, zegt hij. Nou, dat heeft de VVD goed gedaan. En dat is ook vertaald in beleid. En dat heeft ons vaderland weinig goed gedaan in de afgelopen 20 jaar. Zullen we dat eens constateren? Ja, ze zijn natuurlijk vanaf 2010 zijn ze volgens mij de grootste partij. Ja, dat is die verpletterende nederlaag van natuurlijk het CDA. En die geweldige overwinning van Geert. Vandaar dat eerste kabinet Rutte, waar die misschien ook liever niet aan herinnerd wordt dat dat ooit bestaan heeft en zo. Nee, dus ja, ik zou zeggen heel fijn de onderbuik. Maar beleid kan beter niet in de onderbuik gemaakt worden. Oké, dus jij vindt dat eigenlijk een kwalijke strategie die ze toepassen? Ja, ik vind het misbruik maken in feite van menselijke zwakheden. Ik vind dat je mensen aan moet spreken op hun verstandige ideeën. Ik heb al eens eerder uitgelegd, kijk, in ons alles schuilt uiteindelijk een boze telegraaflezer. Hoe is het gods mogelijk? Schande, allemaal doodschieten. Dat zit er. Dat is vaak de eerste paar seconden. Ja, en dan begint de mensen te denken, ja nee, dat is natuurlijk niet zo. En het ligt heel complex en dat komt daar en daar door. En het komt uit het buiten. Ja, kortom, het is een enorm ingewikkelde zaak. Want als onze eerste telegraafreactie, om hem even een gemakshalve zo te noemen, die veroorzaakt alleen maar ongelukken en nog grotere verwarring en narigheid. Ja, en daar ben ik met je eens. Dat merk ik ook wel in je persoonlijke leven, dat je eerst altijd even tot 10 moet tellen. En dan je wordt dan woedend. Hè? Ja. God beter het nog aan toe. Hij is dat borsteltje weer weg. En dat werk. Ja, tot je ineens denkt, verrek, heb ik zelf niet dat borsteltje gisteren. Nou, ja, dus dat is een belangrijke les voor ons allemaal. En de VVD maakt daar dus eigenlijk misbruik van door zo op deze manier. Ja, ik ben geen voorstander van het voortdurend, laten we zeggen, mikken op de onderbuikgevoelens van de bevolking. Ja. Want je weet dat die vaak een weinig feestelijk karakter hebben. Ja, het onbewuste brein noemt hij het dus, Dijkhoff. Maar jij noemt het dus de onderbuik. Ja, dat is het reptiele brein. Ik bedoel, ja, het woord reptiel is nu ook belast geraakt. Arme reptielen. Die bedoelen het helemaal niet zo kwaad. Nee. Hey, en nog even één ding nu we toch over de politiek hebben. De discussie over wel of niet naar Qatar met een afvaardiging. Hè? Die is natuurlijk ook volop gevoerd. De Tweede Kamer wil het niet. Maar de regering, het kabinet heeft toch gezegd, ja, moeten we daar toch maar naartoe gaan. Want we hebben misschien nog van Qatar wel iets nodig. Dan denken ze met name aan energie. Ja, gas neem ik aan. Gas, precies. Zal ik zeggen wat ik daarvan vind? Heel graag. Dat misschien ook wel een beetje onderbuikgevoel. Het kan me werkelijk geen reet schelen. Okay. Al gaat het hele kabinet naar Qatar. Het kan me echt geen bal schelen. We krijgen weer dat voetbal. Want als een tsunami over ons heen raast, laten we in godsnaam bidden tot de hoogste autoriteiten dat we zo snel mogelijk in de voorronde al worden uitgeschakeld. Ik weet niet hoe het daar gaat, maar het is vaak een bevrijding als we dan de eerste 3 wedstrijden vast verliezen. Dan kun je weer terug en dan is het wel klaar. Dus de koning mag van jou ook prima die kant op? Ja, naar Qatar, waarom niet? Kijk, als dat een punt gaat worden bij je, laat maar zeggen, je reiscriteria. Nou ja, wat is het ook alweer? Er zijn 194 soevereine staten in de wereld, zoiets. Ik schat toch al gauw dat 175 daarvan, dat je daar beter niet heen kunt, omdat het helemaal geen fijne landen zijn. Ja. Wat zijn nou fijne landen? Zelfs bij Denemarken begin je te twijfelen, toch? Ja, Zweden hebben ze nu ook een regering waar je denkt, Ja, en Italië ook. Was het zo'n fijn land? Ja, Italië ook, want we zagen Meloni en wat zien we daar dan links? Niet waar? Daar stond Berlusconi weer te glimmen. Ja. Terwijl die in feite electoraal niets meer voorstelt. En hij glimt behoorlijk. Ja, hij had ook, ik weet niet, hij had van Poetin gedroomd dat het eigenlijk een heilige was. En, zei hij dat? Nou, hij had zich laten betrappen op een privéconversatie waarin hij zei dat Poetin een held was. Nou ja. Ja, het schijnt een goede vriend van hem te zijn. Ja, ik zou zeggen, boeven onder elkaar. Hè?
Anders kun je het niet beschrijven, toch? Nee. Oké, maar dat interesseert jou dus niet, dat Qatar... Nee, ze mogen allemaal naar Qatar. Ja, oké, dat is duidelijk. Het schijnt er ook zo warm te zijn dat ik er nooit zou willen komen. Nee. Ja, en ik hoorde nu bij events dat die ook op eens rekening moeten houden met de WK-wedstrijd. Want iemand belde mij, die zegt, ja, we kunnen niet door laten gaan, het event. Want dat is midden op tijdens een WK-wedstrijd. Oké. Kijk, als we principieel waren geweest, hadden we bij voorbaat gezegd, wij spelen niet op een kampioenschap wat in Qatar gespeeld wordt. Precies, ja. Dus dan had je ook niet aan de voorronde meegedaan en hadden we Van Gaal niet uit zijn pensioen gehaald. En nou ja, dan hadden we bij voorbaat gezegd, wij doen daar niet aan mee. Ja. Dat had ik verder prima gevonden. Helemaal geen probleem. Nee. Ja, je weet dat het voetbal natuurlijk toch in Nederland hoort. Het is nou dat voetbal niet in de grondwet voorkomt, maar ik stel voor bij de volgende grondwetswijziging toch, zeker ergens bij de eerste 10 artikelen, en iets over voetbal te doen. Dat het ons altijd onder alle omstandigheden vrijstaat om te voetballen, te kijken naar voetballen, te lullen over voetballen, alle programma's in het kader van voetbal, extra uitzendingstijd te geven, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat een politieke partij die dit ergens opneemt, die heeft meteen een paar zetels erbij, virtueel. Ongetwijfeld, ja. Misschien moet je het gewoon een voetbalpartij noemen. Dat zou kunnen. Nog meer versplintering. Ja, ja, dan een paar van die voetbalkenners ook als lijsttrekkers en zo. Ja, Kees Jansma misschien. Ja, voetbalkenners, dat is ook wat. Ja, kan Gijp misschien meedoen. Ja, dat zou ik denken. Ja, laat ik me daar nog niet verder. We gaan verder geen commentaar op Gijp geven. Nee. Hey, en nog even één dingetje over dat Qatar gebeuren. Want ik begreep van journalisten, die moeten daar ook allemaal, net als eigenlijk in China, een app op hun telefoon installeren, zodat de overheid eigenlijk precies kan kijken waar iedereen wanneer is. Dus het wordt helemaal gecontroleerd allemaal. Ja, het is van een grote treurigheid. Ja, maar die landen zijn toch een beetje in opkomst, hè? Ik zag wat nou, de winterspelen ook ergens in een heel warm land. Dat je denkt van, wat moet dat daar? Ja, daar hebben ze. Dat had de NOS vorige week. Ja, nou moet ik zeggen dat ik ooit een CNN-uitzending zag over een skibaan in Bangkok, waar normaal gesproken ook geen sneeuw ligt, zoals je weet. En ja, dat was een enorme hal waar ze dus kunstsneeuw hadden. Ik neem aan althans niet dat er niet geperste sneeuw werd geïmporteerd uit Tibet of zo. Maar goed, kunstsneeuw. En daar hadden die kindertjes in Bangkok wel zo'n ontzettende pret op die sneeuwbaan, dat ik dacht van, ah, kost wat, maar dat is toch wel ontzettend leuk voor kinderen die normaal gesproken nooit sneeuw zouden zien, om dan met sneeuw kennis te maken. Want je weet dat het tegenwoordig in Nederland ook vrijwel nooit meer sneeuwt. Niet waar, hoe groot de euforie is als er dan 2 of 3 dagen een beetje sneeuw ligt. He, er staan 100 sneeuwpoppen in het park. Ja, ik vind dat kinderen wel het recht hebben om af en toe in hun leven sneeuwballen te gooien, toch? Ja, maar ze kunnen er ook naartoe gaan naar landen waar dan die sneeuw ligt. Ja, dat ben ik met je eens. Maar het is veel leuker als het in jouw eigen stad ligt. Ja, dat is waar. Bovendien, als het gesneeuwd heeft, is het zo wonderlijk stil. He, dat heeft een heel dempende werking. Nee, ik heb af en toe, en als ik het zeg, want ik heb niks met de winter, echt 0,0. Dan moet toch wel af en toe even sneeuwen. Oh, Jezilgus. Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50. Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump. The American people are poised to reject the failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi. Download het luisterboek via de link in de show. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor. Mijn naam is Julia Jachtenberg en mijn missie is om Nederland beter te helpen slapen. In de podcast van C-Level ga jij leren welke praktische tips je deze week nog kan toepassen om de beste nachtrust ooit te ervaren. Check de link in de show notes en slaap lekker!